Surinamers kiezen volgens Surinaamse kledingontwerpers meer voor buitenlandse kleding. Het probleem ligt volgens de ontwerpers bij kledingzaken die overwegend de voorkeur geven aan buitenlandse kleding. Modeontwerpers zien graag dat er meer eigen creaties in de verschillende winkels worden verkocht. De waardering voor eigen producten zou verder beter ondersteund moeten worden door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Ik kies ervoor om eerder naar de winkel te gaan om die spullen te kopen. We hebben nog niet echt een fashion-industrie hier, maar je ziet wel dat er potentie is. Mensen kunnen, ze hebben leuke ideetjes, ze kunnen het creëren, maar dan heb je weer iets van, is de kwaliteit ook wel goed? Als we zeggen meer waarde hechten aan westerse kleding, wat bedoelen we eigenlijk? Want ja, Suriname heeft geen fashion-industrie, Suriname heeft geen kleding-industrie waarbij je gewoon om de hoek kan gaan en je eigen Surinaamse merken kan kopen. Hoeveel Surinaamse merken zijn er? Dus de keus is eigenlijk weinig waardoor we sowieso kiezen voor het westerse dan het Surinaamse, om het maar zo uit te drukken. Als ik zo moet kijken, toch wel. Maar de meeste mensen stappen eerder naar een winkelier om kleren te kopen, omdat ze vinden dat wij duur zijn. Ja, toch wel. Mijn klanten focussen toch wel op westerse kleding. Maar nu komt traditie weer, wordt het weer modern. Dus daarmee speel ik ook. Laat mij eens beginnen door zeker te zeggen dat wij binnen het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme verschillende industrieën die, waarin we zien dat er een bloei kan komen, willen ondersteunen. De creatieve industrie is daar een van, want daarom valt de designer, de fashion. En we hebben in het verleden, niet lang geleden, een onderzoek uitgedaan naar, gekeken naar wat heeft de creatieve industrie nodig om eigenlijk de spil te zijn voor de bloei van hun terrein. We hebben dit onderzoek ook gepresenteerd. Er zijn verschillende fashion designers betrokken geweest binnen dit onderzoek. En wat we nu doen is eigenlijk een stappenplan uitzetten om verder die industrie een boost te geven. De Surinaamse modeontwerpers geven aan dat de interesse voor Surinaamse kleding toch enigszins is toegenomen. Voor deze ontwerpers is het belangrijk dat er een platform wordt gecreëerd. We hebben hier leuke ideetjes en dat alles, maar we hebben ook niet echt een design school. Om al die trucjes te leren, hoe je iets zou moeten afwerken, hoe je iets in elkaar zou moeten zetten, knippen en whatever. Dus er moet sowieso wel meer aandacht besteed worden aan Surinaamse designers. En voor mij is het sowieso belangrijk om die mindshift te kunnen brengen bij de mensen, om ze eigenlijk een vrij gevoel te geven om gewoon jouw Surinaamse merk te kopen, want het is geen kwaad dat je doet. Je support een Stranamang. Een Stranamang support jou ook met zijn fashion, met zijn brand. Maakt niet uit wat voor Surinaams product het is, maar zolang we elkaar kunnen ondersteunen, dan heb jij als ondernemer, als designer, als noem maar op, ook meer drive, ook meer passie om dat ding te gaan doen. Het zou ook kunnen dat wij ook kunnen leveren voor winkels en zo. Maar we zijn nog niet zo ver om dat te kunnen doen. Het gaat moeilijk met leveren voor winkels en zo. Ja, nu zie je dat meer in de er wordt meer promotion gemaakt, dus meer reclame gemaakt voor westerse kleding en spullen die je import van het buitenland. Maar nu zie ik dat er meer designers met hun talent naar voren komen. En met social media komen ze ook meer naar voren. Dus dat is ook goed op weg, vind ik. Het is nog niet waar het moet zijn. Maar via social media, nog niet op tv. Het is nog niet nummer 1. Maar via social media zie je meer Surinamers naar voren komen. Het is zeer positief te noemen dat Surinamers het initiatief nemen om meer te ondernemen. Zeker voor de diversificering van de Surinaamse economie. Positief, zeker met de achterliggende gedachte dat ondernemerschap een aantal zaken met zich meebrengt. Zien we dat het wel positief is dat jonge mensen zeker die stap maken om ondernemer te worden. Waarbij we ook willen aangeven dat het nooit
gebeurt zonder vallen opstaan. En we zijn blij dat die doelgroep steeds weer gaat beseffen dat ondernemerschap eentje is waarbij je gepassioneerd moet zijn, geduld moet hebben. En wanneer we zo zien dat de mensen die zich bijvoorbeeld aanmelden, wanneer we kijken naar de aanmeldingen bij de KMO-unit, wanneer we kijken naar de aanmeldingen om verschillende industrieën te promoten, dan zien we dat er zeker wel jonge mensen zijn die zeggen ik wil gaan ondernemen. Ook de gesprekken die ik voer met individuen die ik tegenkom bij de verschillende trainingen die we geven, zien we dat jonge mensen nu steeds meer en meer gaan ondernemen. Wat met zich meebrengt dat, zoals ik eerder zei, en altijd gebleven zeggen, ondernemerschap en vooral klein ondernemerschap is een van de grote backbones in een economie. En als we dat kunnen structureren, verder kunnen promoten, dan zijn we enorm blij met die push die jong ondernemerschap met zich meebrengt.